Ja, het is akelig. Het is bijna niet te doen. Nee, het zit helemaal niet lekker. Sterker nog, ik krijg uitslag achter mijn oor, zeg maar, van dat touwtje. Vandaag is de mondkapjesplicht ingegaan. Je riskeert een boete van €95 wanneer je geen mondmasker draagt in publieke ruimtes. Waar een paar maanden geleden weinig mensen zich nog konden voorstellen echt een kapje te gaan dragen, houden de meeste mensen zich nu toch aan de regels, al is het soms met tegenzin. Zo, vertel. Zie je dat uw bril ook direct bestaat? Ja, daar ben ik niet blij mee. Ik heb zoiets van 1,5 meter moet genoeg zijn. En de niet-medische mondkapjes, ik heb zoiets van, ja, weet je, waarom moeten wij dat als burger dragen terwijl het niks doet? Ik vind het een hele goede regel. En liever op deze manier even een beetje last als dat dadelijk de hele lockdown is. Dat is veel beter natuurlijk. In verschillende sectoren was nog lang onduidelijkheid, zoals bij de sportscholen. Vertelt Marcus Torenstra van een sportschool in de Pijp. We zijn vanochtend mee begonnen. Iedereen accepteert het en begrijpt het. Maar ze vinden het ook een beetje raar dat ze tijdens het sporten waar ze heel veel hijgen hem niet op hoeven hebben. En als ze niet hijgen en rustig door de zaal lopen hem wel op moeten. En daar is dus de discussie over geweest heel veel. Van, ja, is het dan wel nodig om het op te hebben. Maar gisteravond is de beslissing gekomen dat het moet. Dus dan doen we dat ook. Voor S. Hasnin, die werkt als kapper en barbier, is het ook niet makkelijk. Maar hij heeft zijn eigen trucs bedacht. De problemen is met de snoer. Dat kan ik niet doen. Dus dat moet hij zelf maar doen? Hij moet zelf doen. Volgens mij is het vanaf vandaag ook voor u verplicht om een mondkapje op te hebben. Vanaf 1 december voor mij ook? Ja. Voor allebei, klanten ja. En... Ja. En dus moet ook de kapper zelf eraan geloven. Dat hoor ik van jou alleen nu. De klanten van de shop hebben er begrip voor. When it comes to barbers, I think it's a little difficult to like, you know, go to the barbers and like, you know, do your beard. You don't know how it looks. Yeah, I still have to check it. And I'm assuming it's good. Maar wat vind je van dat dit zo moet allemaal nu? Eigenlijk ik weet niet wat moet ik zeggen eigenlijk van dit. Beter eigenlijk in deze tijd. De mondkapjesplicht geldt in ieder geval tot 1 maart. Maar de mensen op straat hopen er al eerder vanaf te zijn. Dit is volgende week, maar het is wel een beetje heel erg positief. Tot maart. Als het niet langer wordt. Ik denk gewoon dat ze het erin halen. Ik ben bang voor wel. Mag wel naar de dag, hè?